Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Bereikt Danjuma. Vrij. Capoue. En dan meteen door naar de rechterkant. Naar Moreno. Kan naar binnen komen voor zijn linker. Neuer greep niet in. Zag meteen dat die bal ging naast gaan. Lucas Hernandez met de voorzet. Vrij ver. Lassane. Eerste keer Rulli. Goretzka. Met de Musiala. Ah, goede schijnbewegingen en dan Den Müller gezocht. Sané, weer veel volk daar in de tweede zone. Bal komt terug, weggekopt. Coman alweer voorbij zijn man. Voigt ziet af vandaag. Musiala, ah, de tik te veel denk ik. Had hij er meteen getrapt daar met links. Leroy Sané. Voorzet van Goretzka. Dat was Musiala. Van Danjuma. Het mag nog wel verder. Danjuma mist de kans inderdaad. De vlag de hoogte in. Sané, dan toch eens nee. Toch weer de linker gezocht. Goretzka, moeilijke controle. Lo Celso, daar is Gerard Moreno. Zijn het. Musiala met een hak nog. Penalty. Rudy. Nee, geen penalty. Niks hij geeft gefloten. Hem niet. Is een variatie? Nee. Gewoon weer trappen. Doorschietende bal. Sané. Nog eens een dribbel. En dan naar achteruit leggen. Nu de kans. Upamecano. Oh la 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 la. Het is natuurlijk een verdediger, geen afwerker. Müller, Lewandowski, jawel, hij doet het toch weer uit het niets. Maakt Lewandowski de 1-0. Wie anders dan hij, zijn 13e in deze campagne al. Wat kreeg hij ruimte nauwelijks. Vrij trap met Parejo. Moreno vrij. Kan nog iets voorbrengen. Tweede zone. Aanvallende bal is voor Leroy Sané. Kom maar. Kan nog eens Voigt lastig maken. Die durft niet te veel meer ondernemen. En dus kan Coman eens uithalen. Danjuma! Inschrijvende Lo Celso. Dat is net geen buitenspel, want Davies is blijven hangen, denk ik. En hier de kans en de goal. Chukwueze met de 1-1. En de scheidsrechter keurt voorlopig goed. Geen vlag van de grensrechter. 1 tegen 1 op goed 2 minuten.
van het einde. Rui gooit zich op de bal. Voor er iemand van Bayern gevaarlijk kan worden. Het is gedaan. Ja, ik wel. Ja, ja. Het is gedaan. Kijk eens wat een vreugde bij Villarreal. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.